Ik wil in 2015 succes bereiken en het beste uit mezelf en uit mijn paarden halen. Ik wil grote seniorenwedstrijden gaan rijden. Ik wil heel graag een beter team vormen samen met mijn paard. Mijn ambitie is om beter te worden op hoger niveau. Dit zijn slechts enkele ambitieuze plannen van het Rabotalententeam 2015. Vandaag op Indoor Brabant presenteert dit ambitieuze team zich aan het grote publiek. En ik zou zeggen, op plantje als altijd, ja, ik vind het heel spannend. Het is de eerste keer dat ik in het Rabotalententeam zit. En ik weet niet precies wat ik moet verwachten. Maar ik vind het spannend en ik vind het een hele eer om bij de beste van Nederland te horen. Ja, ik ben nooit zenuwachtig ergens voor. Je kan mij een ring insturen met, nou, maakt me niks uit. Maar hier was ik toch echt wel heel zenuwachtig. En tuurlijk blijft het nog steeds spannend. Het is gewoon leuk. In het team van 2015 zitten 5 nieuwe talenten en 5 routiniers. Tot nu toe is het gewoon nog steeds heel leuk. Ik vind onder elkaar is het ook heel leuk. Je hebt natuurlijk dressuur, springen en die vent nu dan nieuw de para daarbij. En het is vooral heel leuk dat je alles zo met elkaar kan doen. En gewoon de kansen die ze je bieden is gewoon, vind ik heel bijzonder. Ik verwacht vooral heel veel te leren. Een heel leuk jaar. En vooral ook beter te worden en mezelf te ontwikkelen en mijn paard te ontwikkelen. Dit is het hoogst haalbare in de jeugd wat je kan behalen en je krijgt toch mooie kansen allemaal aangeboden. Dus dat is toch super om daar gebruik van te kunnen maken. Het Rabotalententeam is onderdeel van het Rabotalentenplan. Al meer dan 10 jaar een ongekende succesformule van de Rabobank en KNS. Dat bleek wel tijdens de Wereldruiterspelen van 2014. De medaillewinnende teams daar, die 16 ruiters, dat was maar liefst de helft van 8 ruiters afkomstig van de Rabotalententeams van de afgelopen jaren. Dus inderdaad heel succesvol. En van deze team, 5 nieuwe, deze 10 ruiters, verwachten we eigenlijk niks anders. Dit worden de topruiters van de komende jaren.